Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en welkom bij de allereerste balopening. We gaan een agent openen en het zijn speciale Champions League ballen de eerste week. Waar dus eigenlijk vanaf volgende week, of eigenlijk deze week, donderdag, dat gaan we legend ballen krijgen. Heel erg vet, het is natuurlijk wel wat anders. Ik zal het een beetje uitleggen. Je hebt nu zilveren, gouden en zwarte ballen. En in zilveren ballen kunnen niet tot 70 tot 75 meer zitten. Nee, het is 75 tot 80 overal. Nee, eigenlijk 75 tot 79 overal natuurlijk. En zoals je ziet, Siem de Jong is een geweldige eerste speler. We hebben hier knuckleshot en heading. Zilveren ballen zijn dus ook gewoon helemaal prima in dit soort pakketten. Want ja, dit is gewoon een epic speler. Gouden ballen bevatten nu 80 overal. Tussen 84 overal. Of tot 84 overal. Dus dit is fucking awesome. We hebben boven de 80 overal. En zwarte ballen bevatten dus vorig jaar 80 overal of hoger. Nou, nu is het echt gewoon 85 overal of hoger. Dus een zwarte bal en je bent echt settled met een topplayer. En een gouden bal en je zit gewoon tussen de 80 en 84. We hebben hier Falcao. Je ziet het, de Fox in de box. First time shot, acrobatic finishing. Ik doe hier even iets langzaam over. Want dit is toch wel even altijd een mega moment. Dat je je allereerste spelers echt krijgt. En het is goed timen. Dit keer is het geen rondje. Het is altijd random. En dan gaan we gewoon weer op een gouden bal. Gewoon twee keer achter elkaar. Dus dit is tussen de 80 en 84 overal. Een animatie betekent boven de 83 overal. Zoals normaal ook bij zwarte bal altijd zo was. Dan moest je nog maar hopen dat het een animatie was. Want dan wist je dat het boven de 83 was. Maar Fernandinho is een geweldige om op te bouwen. Fernandinho van Manchester City. Goed verdedigend, goed aanvallend, goed met passen. Ook nog fighting spirit. Dus dat is een geweldige stofzuiger eigenlijk. Ik ben heel erg blij. Ik ben echt heel erg blij. Want je moet niet per se kijken naar de overall. Je moet goed kijken naar hoe die individuele speler is. Want individualiteit is echt alles in deze game. Elke speler is een hele andere stijl. Nou, zilveren bal is dus nu niet per se heel slecht. Ook al zie je nu heel veel zilveren ballen hier. En dan hebben we hier... Wie is dit? Dit is Coates. Een 78 overal CB. Je ziet al aan de hexagon daarnaast. Dat is dat grafiekje dat hij niet zo snel is. Maar wel goede fysiek en defensive heb. Ik laat daar verder niet de stats zien. Ik was een beetje teleurgesteld met Coates. Dat was dan weer niet zo'n goede speler. Hier dan? Nou. Ja hoor. Gewoon weer tussen de 80 en 84 overal. Animatie is boven de 83 overal. Het is geen animatie, dus het is daaronder. Waarschijnlijk weer een 80 overal dan. Ja, weer een 80 overal. Lage 80 overal. En het is Savic. En Savic van Atletico heeft wel manmarking, heading. Is 80 overal. Goede jumping ook. En hij is 1,91. Dus ja, dat vind ik wel fijn. Iemand met goede fysiek, goede jumping. En hij is ook nog eens lang. Dat is een perfecte blok om te trainen natuurlijk. Dan gaan we hopen dat we de volgende bal ook kunnen krijgen. Dit is een zilveren. Er kwam verder niks. Zilver is tussen de 75 en 80. Maar je hebt een animatie, dus dat betekent boven de 77 overal. Als het geen animatie hebt, is het onder de 77 overal. Dus zelfs bij een zilveren bal moet je hopen op een animatie. En we hebben Nacho van Real Madrid. En Nacho van Real Madrid is natuurlijk super awesome. Dat is een geweldige rechtsback om mee te beginnen. Dan hebben we weer een zilveren bal. Dan hoop je dus op een animatie. En als je dit ziet, dan weet je dat hij onder de 77 overal is. Of 77 overal. Dus zoals je ziet, het is 3 niets. Nou, daar heb ik niks mee. En dan hebben we nog een sowieso 80 overal agent. En dat is de laatste die we gaan doen. Sowieso 80 overal agent. En dan moet je eigenlijk hopen op die zwarte ballen die er een klein beetje tussen zitten. Want dan heb je 85 overal of hoger dit jaar. Zwarte ballen zijn dit jaar echt gewoon dat gevoel van yes, weet je wel. Omdat dat echt de highest of the highest players zijn. En dan zitten we er net overheen. Zo unlucky. Maar is het een animatie? Het is geen animatie. Dus onder de 83 overal. Wie is dit? Het is Lucas Perez van Arsenal. En als we dat zien, dan is het een hele coole speler. Je ziet ook zijn hexagon grafiekje op dribbling speed, op shooting en physical. En dat is echt geweldig. Met weighted pass, Malicia outside curler. En een algemeen hele coole stijl speler. Ik hou van dit soort stijlen spelers. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter. Ik hoop dat je hiervan hebt genoten. En let it begin. Tot de volgende keer. Doei doei. En hij heeft nu waarschijnlijk minder lag deze helft. En ik heb alleen nog maar meer. Uh-oh. Woe! Close one. Maar we zaten er nog voor. Holy shit. Doe even rustig.